We gaan dus stemmen voor de EU, voor de Europese verkiezingen. Je stemt wel op je eigen partij, maar je hebt in het parlement, moet ik goed zeggen, heb je wel, zeg maar, je gaat, Nederland zit niet bij elkaar. Zo kun je het eigenlijk het beste zien. Dus de linkse Nederlandse partijen die zitten hier en de rechtse zitten daar. Dus ze zitten met allemaal Europese gelijk. Oh, veel beter. Soms denk je van, wow, de draad ben ik kwijt. Dan denk je, hè, en dan zie je de dingen allemaal even niet meer scherp. Daarom is het nu dus de hoogste tijd voor een heel simpel liedje. Over een best wel ingewikkeld onderwerp, de Europese verkiezingen in 1 minuut. Here we go. We gaan naar de stembus op donderdag de 6e juni voor het parlement dus van onze Europese Unie. 2019 was de laatste keer dat we het deden. En hey, dat is nu zo te zien alweer 28 jaar geleden. 720 zetels verdeeld per land en 31 zijn gegeven aan Nederland. We zijn daarvan 19 overgebleven, want wij gaan 12 punten aan Israël geven. Je kiest je partij en hun Europese kandidaat gaat zich aansluiten bij de club Europese die hem aanstaat. Hij zendt zelfstandig tenzij hij een slaaf is van Rusland en ziek is en Marcel de Graaf is. De overheid op het moment naar het eigen belang kijkt, is het Europese parlement onder wel vet belangrijk. Vaak doen ze echt goede dingen, maar soms wat kut, zoals dropjes die nu aan de flesje zitten. Waar je al je drinken naast je mondje kut. Een groot deel wil dus echt dat er om ons al een hek zit. Te vergeefs wil dus verder jarenlang voor een exit. Nu kan het wel schaar en pak alsjeblieft. Zo word je vanzelf uit Europa getiefd. Tot hier.